Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij weer een nieuwe episode van Car Mechanic Simulator 2014, met Bliefjes natuurlijk. En zoals je ziet, het intro is een, beginstuk is een klein beetje veranderd, waarschijnlijk omdat deze een nieuwe add-on heeft. Dus ja, maar we zijn nog momenteel hier bij bestelling 33 van 76. En we gaan eens even kijken wat we hier allemaal kunnen doen natuurlijk. En ook hopen dat we de oplossingen op kunnen lossen. Dat zou nog wat moois zijn allemaal. Eens even kijken wat we hier allemaal nou te doen hebben. Eens kijken. Vind en verder de oorzaak. Oh. Dat was de vorige opdracht nog. Oh. Zo. Die hebben we snel opgelost. Yay. Dus. Even kijken, ja, dat was nog de vorige opdracht, dat klopt ook, ja. Even kijken, volgende opdracht dus. Vind de oplossing. Mijn motor heeft de neiging er eens mee te stoppen. En dat is heel gevaarlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Maar ja, hoe kan het... Wow. Dat is best wel een mooie bak. Nou, laten we dat ding eens gaan checken dan. Of we hier iets kunnen vinden waardoor de motor er spontaan mee stopt. Want dat is natuurlijk niet goed. Ik bedoel, je bent even lekker aan het rijden en ik heb bakkel, echt. Dus ja, wie is daar nou blij mee? Nou, dan eens even kijken. Doe even die deur dicht. Staat niet zo netjes als hier open staat. Eens even kijken. Die en die toch? Ja. Even kijken. De oorzaak aan de onderkant. Dat is volgens mij de brandstof. Ik wil even hier kijken. Hier bovenop. Ja, die. Goed zo. Dat is de brandstofpomp. Ja. Die kan inderdaad eens een keertje mee ophouden als je zo gaat doen. Waarom zit trouwens dit er zo raar uit? Ik wil er doorheen kijken. Zo. Oké, dat zal wel zo worden dan. Top. Even kijken. Kan ik dat met een hamer bewerken om dat zo te maken? Nee, we moeten dus wel een... nieuwe hebben en dat is een nieuwe brandstofpomp. Oké, nou, dan gaan we die zitten erin zetten. Een nieuwe brandstofpomp. Even kijken, die hebben ze vast wel voor mij. Alternate brandstofpomp. Dankjewel. En dan ga ik natuurlijk de oude eventjes verkopen. Zo, eens even eronder zetten. Hartstikke plat. Zo. Zit ik nou in een assemble mode of disassemble? Disassemble, oké. Kom eens hier. Oh, goeie. Ja, goed zo. Daar moet ik in. Zo, even kijken, was dat allemaal? Nope, was ook wel heel makkelijk geweest, hè, als het dit was geweest. Nou, laten we toch eventjes onder de motorkap kijken of hier nog. Even kijken, hoe is het trouwens met de rest van de... Ik bedoel, hoe is de brandstoffilter? Even onderzoeken. Ook stuk. Nou ja, je moet nog weer kunnen verwachten natuurlijk. Als de brandstof dingetje kapot was, zou die ook al stuk zijn. Eens even kijken. Kunnen we die bewerken met een hamer? Nope. Dus wij moeten hebben een nieuwe brandstoffilter. Ja, als je die dingen ook allebei kapot gaan, dan kun je het al min of meer vergeten. Brandstoffilter. Zo. Oude verpatsen. Die moet ik nog maar hebben. Even kijken. Assemble. Zetten die erin. Even kijken of die nou tevreden is. Yep. Oké. Done. Zo. Dat was een autootje die het slecht deed. Min of meer. Eens even kijken wat er met de volgende auto aan de hand is. IC van Koeken. Maak een testrit, vind en verwijder de oorzaak. Mijn wagen begon een paar dagen geleden naar rechts te slippen. Kun je daar iets aan doen? Vast wel, maar dan moet ik eerst even een testrit maken. Dat zal wel een testrit zijn. Nja! Even gaan scheuren op het parcours. Thank you.
Zo doen we dat. Dat is driften. Dat is pas driften, zeggen ze dan. Ha? Of niet dan? Eens even googeloeren. Wat kunnen we hier nou uit wijs maken dan? Even kijken. De auto slipt naar rechts. Ah, ik zie nog helemaal niks. Alles is prima in orde. Ik denk dat ik toch op het andere parcours moet gaan. De wagen controleren. Klunk. Even kijken, de remtest. Nou, dat verschilt op zich niet heel gek. Eens even kijken, verschilt dat veel? Nee, 0,2 dat scheelt, dat is netjes. Nou, even de veren. Nou, er zit een klein beetje verschil tussen. Geintje natuurlijk. Je zag wel aan de voorkant dat er een klein beetje verschil in zat. Dus misschien dat we nu wel iets wijzer kunnen worden uit wat de volgende uitslagen zullen zijn. Misschien op met... Dankjewel. Steeds laten zien dat alles min of meer nou is. Alles is groen. Ah, kijk, een kapotte bougie. Of een bougie. Hoe dat krijg ik ook weer. Nee, dat is in ieder geval kapot. Zal alleen dat het zijn? Serieus? Ik bedoel, het is wel lastig hoor, daar niet van, maar... Even kijken. Oeh, die insulator is helemaal stuk. Even kijken, kunnen we die bewerken met een hamer? Nope. Dus, even kijken, wat hadden we hier stuk? De rubberen doorvoerisolator. Nou. Laten we daar eens een nieuwe van gaan bestellen dan. Even kijken, ik denk onder de R van rubben. Ah. 101 euro. Nou, toppie hoor. En die kan ik verkopen vanop. Nou, daar doen we het voor toch? Even kijken. Assemble. Nou, pleur die erin. Zal dat het echt zijn, denk je, of niet? Yep. Oké, okay, weer eentje gemaakt. Top. Volgende auto. Zou ik zeggen. Ja, dames en heren. Soms kunnen er... kunnen verschillen heel klein zijn, min of meer. Even kijken. Vind en verwijder de oorzaak. Ik merkte dat er een belangrijke daling in het vermogen was. Ik heb geen idee hoe ik het kan oplossen. In het vermogen, hè? Dit is trouwens ook niet een hele verkeerde auto. Ik bedoel, nou, het ziet er wel netjes uit. Ik bedoel, nou. Volgens mij is het ook een... vrij luxe bak, om het zo te zeggen. Maar goed, hij mist dus min of meer performance. Nou, dan gaan we even kijken wat we daar kunnen vinden natuurlijk. Qua performance. Hè? Dat kan natuurlijk heel veel kan dat zijn. Even kijken. Nou, dat ziet er al min of meer niet goed uit. Hoeveel krijg ik voor betaald? Met zo'n degelijke bak 1200. Oké, okay, nou. Eerst even koeken. Wat hebben we hier? Hier even vanaf. Ik ga natuurlijk ook wel de rest eromheen eventjes onderzoeken. Die is ook stuk. Die niet. Het zou wel vrij vreemd zijn dat die stuk zou zijn, maar goed. Even kijken. Nou, dan hadden we vrij simpel gezegd deze er even van af. Nee, ik heb het over... Die. Oh ja, geef maar. Hey, oh, ik heb hem... Oh ja. En die eraf. En die eraf. Nou kan ik me voorstellen dat het luchtfilter misschien ook enkele problemen kan hebben. Dus laten we voor de zekerheid even binnenin kijken. Met luchtfilter. Luchtfilter 95%. Nou, dan kan die dus terug. Want daar is dus niks meer aan het handje. Oké, okay, nou laten we eens even gaan kijken wat er gebeurt als wij deze dingen gaan vervangen. Die kan ik dus laten maken. Alleen deze hier, de luchtstroombuis V6, die moet ik dus kopen.
Nou, Luchtstroom buis 4.6, dat kunnen we hier in de onderdelen shop vinden. Luchtstroom, luchtstroom, luchtstroom. Luchtstroom. Luchtstroom buis V6. Oké, dan kan ik die andere dus verkopen voor een klein beetje. Eens even kijken. Nou, dan ga ik even die weer eraan zetten. Nieuwe luchtstroomfilter. En dan deze bad boy. Luchtstroom buis, motorkap erop. Even kijken of dat een was. Nee, er is nog iets aan het handje. Kan het de olie zijn? Even kijken bij de olie. Oh ja! Zullen we misschien iets van olie erin doen of zo? Ik denk dat het misschien wel handig is, toch, jongens? Even kijken. Omhoog. Waar hebben we dat leuke dingetje staan? We daar in de hoek, tuurlijk. Om even op een fijne plek neer te zetten, dat doen we natuurlijk helemaal in de hoek. Top. Even kijken, waar zit dat ding? Volgens mij daar. Dat is er volgens mij niet onder. Is dat eronder? Nee, dat is te ver. Volgens mij verkijk ik mij er gewoon heel erg op, maar... Even kijken, dat is hem toch? Of... Oh ja, hij zit helemaal daar. Jezus. Hij staat ten hoogte van het wiel. Oké, ten hoogte van het wiel. Even kijken, dat zal dan ongeveer hier wel zijn. Ja, daar al. Oké, nou. Even die eruit doen. Oh, tuurlijk, ik gooi het ernaast. Nou, fijn, $100 kwijt, toppie. Nou, dan weet je ook wat er gebeurt als je olie ernaast gooit. Dan krijg je dus €100. Dan raak je $100 kwijt. Bedankt. Nou ja, ding weer naar beneden. Hop. Nou, pleur hier van olie in. Dan moet ik wel de kap er vooraf halen natuurlijk. Zo. Ja. Gooi het er maar in. Zo, daar moeten we even verder kunnen, denk ik. Gaan we nou even kijken hoe vol zit hij nou? Nou, dat is wel hartstikke netjes, denk ik. Even kijken, ben je nu blij? Ja, het was dus ook een beetje olie. Nou, top. Wat? Auto, oh ja, wacht even. Oh, oh. Was iets te volbarig. Even die motorkap erop. En dat is dan weer een job klaar. Dus, nou, dan gaan we even kijken. Ga even kijken wat er nog meer te doen is. Eerst even kijken. Maak een testrit. Vervang alle versleten onderdelen. Wielen reageren traag op de bezuring. Kun je dat repareren? Jezus, hé. Wat een auto. Ja hoor, geen probleem. Ik ga wel even fixen. Dat zal waarschijnlijk de stuurmechanisme zijn. Vrij snel reageren hoor. Kijk, het reageert overal op. Nou, remmen zijn prima in orde, denk ik. Oh, daarheen. Ik kan wel lekker zwaar lopen in deze kar. Au, niks gezegd. Dat maakt dan wel een raar geluid. Maar ja, een testrit is een testrit. Dat zullen we weer moeten doen. Eens kijken. Versleten. Oh, ja, kapot.
Dat zie je al meteen. Dat is hartstikke kapot. Nou. Haal er maar uit. Oh, die is ook al stuk. Ja hoor. Dankjewel. Doe maar hier. Even kijken. Nou, wiel. Kijk, die is... Oh, wat... ik weet niet wat hij met de auto heeft gedaan hoor, maar... Hij is helemaal kapoei. Door. Eens even kijken. Wat kan ik hier met een hamer bewerken? Helemaal niks. Dus, ik moet hebben twee nieuwe buitenste trekstangen en twee binnenste trekstangen. Dus een buitenste trekstang en een binnenste trekstang. Buitenste trekstang. Dat zijn er 1 en 2. Oh, dat is een binnenste. En dan moet ik nog een buitenste trekstang hebben. Dat zijn deze twee. Kan ik die verkopen? En die. Ja. Laten we het onderdeel dan even weer aan gaan zetten. Assemble. En schroefie. Dat is wel een andere band, maar who the hell cares? Echt, het is aan de andere kant, maar. Het gaat niet om het banden, het gaat om het sturen, denk ik. Dus hopelijk zal het niet zoveel uitmaken. Zo, trekstang terug. Beuze trekstang. Trekstang terug. Wieltjes. Ook niet heel belangrijk. Dol. Hebben we die opgelost? Kijk. Op de Bjornstijl. Zo doen we dat. Rabat. Gewoon al die auto's in één keer fixen. Klaar. Boom. Puff. Weg. Einde. Volgende job. Wat hebben we hier? Controleer de versnellingsbak. Nou, het was je niet op je beste cadeau-idee voor een jongere, maar dat hoef je helemaal niet te vertellen. Controleer alleen de versnellingsbak. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Als hij wil dat ik de versnellingsbak ga controleren, dan ga ik de versnellingsbak controleren. Die ziet er nou trouwens niet al te best uit. Maar, ik wil hem best wel voor hem controleren. Eens even kijken. Kaboom. Stuk. Zie ik nu al. Top. Nou, ik heb niet zoveel kijken. Ik zie meteen... Ja, stuk. En als we die eruit willen halen, moeten we natuurlijk wel al deze meuk even loshalen. Zo. Die los. En even kijken. Andere kant. En dan moet die er ook uit. Zo. Nee, die... Uit. Toppetje. En dan moet de hele onderkant er ook nog uit. Omdat die freaking uitlaatpijp eraan vast zit volgens mij. Is dat goed? Ja, nee. Nee, ik zie het even niet goed. Kom eens naar beneden. Dat hok. Eens even kijken hoor. Als het... Die hebben. Wat zit hier aan vast? Zit hier iets aan vast? Wat is dat? Het zal wel iets zijn. Maar als we ondertussen hier toch zijn, kan ik misschien best er toch. Nou, er zit geen starter aan vast. Oké, okay, nou. Toch iets aan de onderkant weghalen, dus. Oh. Even koeken. Nou, wat zit er aan de bovenkant vast? Oh ja, dat dus. Ja. Nou, dat is leuk. Oh, wauw. Oh, maar dat is vervelend. Dit is heel vervelend, dames en heren. Want dat betekent dat ik echt alles... hier eraf moet slopen. Nou, dat is niet leuk. Anders kan ik natuurlijk die bovenste stangen er niet afhalen, dus moet je dit allemaal... Dit is wel een rottige versnellingsbak, dat kan ik hier wel zeggen. Nou,
Top, dan kan het ding weer naar beneden voor het achterwiel, want die moet het door. Oh, waarom ga ik naar de computer heen? Dat heb ik nog geen. Ik heb nog niks van te doen. Nou, achterwiel eraf. Oh, ja. Dat zal nog weer moeten. Want straks moet deze namelijk drukken. Nee, die. Ja, heel goed. Dank u wel, andere wiel. Zo, en dan moet die eraf. Ja, niet al te snel natuurlijk klikken, hè, anders heb je dat weer. Oké, nou kan die weer omhoog. Als het goed is, kan ik nu deze eraf halen. Die eraf halen. En dan kan ik nu de versnellingsbox eruit halen. En dat moet waarschijnlijk via de bovenkant. Ik hoef hem alleen maar na te kijken, hè? Ja, ja, ja. Oh, de starter die zit aan deze kant. Oké, dat is niet erg. Die kan eruit. Nou. Dan beginnen we met losschroeven, denk ik. Hoe staat het hiermee gesteld eigenlijk? Laten we dit ook nog voor zeker nakijken, want stel je voor, straks is een van die dingen ook stuk. En het voordeel is, we kunnen namelijk een. Die is ook nog goed. En. Zie! Dat bedoel ik dus, koppelingsplaat is ook kapot. Dus, versnellingsbak. Met een hamer kun je die bewerken. Oh jezus, wat duur. Nou, helemaal top. Even kijken, en we moeten nog wel wat anders nu. Hoeveel krijg je hiervoor, meneer? 7000, oké, okay, nou, toppie. Even kijken, wat moeten we nog verkopen? Want er is nog wel iets kapot. De koppelingspedaal, frictieplaat. Oké, okay, koppelingspedaal, frictieplaat. Koppelingspedaal, frictieplaat. Koppelingspedaal, koppelingspedaal, koppelingspedaal. Koppelingspedaal, frictieplaat. Frictieplaat moet zijn, hè? Ja, de frictieplaat. Oh, duur! Frictieplaat, jezus. Frictieplaat, die kan ik verkopen. Dat scheelt weer een klein beetje. Zo, laten we het ding eens weer in elkaar zetten dan. Even kijken. Nee, ik wil niks onderzoeken. Ga weg. Ik wil even iets in elkaar zetten, juist. Zo, die gaat terug. En die koppelingsplaat, die gaat terug. Gratis of laatst. Ik hoef alleen maar de koppelingsplaat naar te kijken, hè? Van die beste meneer. Dus, druk lager. Snelingsbak er weer op. Starter. Laten we eerst even de hele onderkant terugbrengen. Even kijken. Dan zetten we deze eerst terug. Drijfas, dan heb ik hem al om terug te zetten, denk ik, hè? Dat kun je zo ver vooruit. Wat is dat? Ja, die draagas. Volgens mij mag dat nog wel weer het andere ding eronder. Nou, geen goede of verkeerde kant. Kijk, deze er weer op. Zo, en dan gaat die er weer op. Het is wel een flinke bak, moet ik zeggen, wat hij hier heeft 9 plus voor mij. Zo. Die gaat erop. En dan de geluidsdemper natuurlijk ook niet heel belangrijk. Nou, we zetten deze kant weer op. Jezus, een V6 autootje gewoon, heel netjes. En erop weer. Zo, nou, dat zijn alle delen aan de onderkant. En dan zetten we natuurlijk weer de auto zelf in elkaar. Dat is ook niet heel erg belangrijk. Even kijken, dan plaatsen we als allereerst deze terug. De wiel is ook niet heel belangrijk, denk ik. Zo, dat is het eerste wiel. Nog een andere wiel.
het schroefje zien, dank u. Zo, andere kant, voorkant deze keer. Even zien. Daar zit jij. Top, nou, wiel. En dan nog het laatste wiel. Als het goed is, moet ik daar niks over hebben, hoop ik. Anders heb ik heel veel pech. Als ik nu er wat over heb. Zou niet blij mee zijn, maar ja. Doe het gedaan. Zo, eens kijken, was dat hem? Ja, dat was hem dus. De auto is gerepareerd. Dus mensen, dat is voor mij even het einde van deze episode. Weer van Car Mechanic Simulator. Ik zou zeggen, vond je de episode leuk? Geef dan even een duimpje omhoog, zowel als even een comment voor de volgende keer. Misschien dat je een goede tip hebt voor de volgende keer. En wil je graag meer van me zien? Nou, je weet waar die subscribe knop zit. Blijf er maar lekker op douwen. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze episode. Tot ziens allemaal. Dag.